Goedenavond, welkom bij Het Geluid van Enschede. En vandaag zijn we bij de Culturele Zondag op 3 juni in Enschede. Regien, hi, wat ga je doen? Ja, ik ga dadelijk de winnaars van de kunstbende Overijssel presenteren. Tenminste, is de bedoeling. Als de stroom het weer doet, want de aardlek is er net doorgegaan. En dan gaan we beginnen. Dus dat is mede door het weer veroorzaakt waarschijnlijk? Ja, dat is mede door het weer veroorzaakt, ja. Ja, het is een beetje nat, het is een beetje koud. Maar in onze harten is het warm. Schijnt altijd de zon. Nee, en dit is jammer. Het zijn allemaal kunstbendewinnaars van Overijssel. En die hebben als prijs gekregen een podiumplek hier in Enschede op de Culturele Zondag. En die verdienen ook publiek en zo. En, dus we hopen nog heel erg dat het droog wordt. Wat kunnen we verwachten zometeen? Dadelijk begint het met een band, de Crocus. Die hebben de muziekprijs, of de derde prijs gewonnen. Ah, we hebben geluid. En we krijgen een dans. We krijgen theaterperformance. We krijgen in de bibliotheek een expositie en een animatiefilm. We krijgen nog gedichten in UN, of dat Aziatische kook dinges. Zeker, ja. Restaurant. Fashion op de Van Heekstraat, op een rode loper, in de zonneschijn, hopen we. DJ's op het Van Heekplein. Dus dat gaat er allemaal komen. Ik ga nu, we gaan beginnen. Succes! Oké, dankjewel. Culturele Zondag, er gebeurt van alles en we zien hier volgens mij een oude bekende. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, mag ik wat vragen, hè? Wat is uw rol hier op de Culturele Zondag? Wat is jouw rol hier op de Culturele Zondag? Ik heb geen idee. Ik moet een beetje mensen vermaken, maar het is moeilijk met die regen. Want bij ons regen nooit. Maar hier regen vaak, is jammer. Kan niets doen. Ik speciale act hier, want die is nog geheim. Die komt straks, als het mooi weer komt. Anders niet, snap jij? Dus het moet wel mooi weer komen zometeen. Het moet een mooi weer komen, anders wordt mijn alinie heel erg bos. Ja, dat was toch al goed. You are from Mexico. Yeah, I am from Mexico. I live here in Enschede since 4 years ago. Yes. And you're active as an artist? Yes, here. Well, in Mexico, I studied biology first, then I studied a master degree of art. But when I came here to the Netherlands, I decided just to focus me in the art. Hi. Hoe is het? Ja, goed. We zijn heel benieuwd wat hier gaat gebeuren met Focus. Focus is heel teleurstellend vandaag. We hebben daar een heel mooi podium en dat staat een beetje verlept te zijn helaas. Wij wilden heel graag met verschillende groepen wat presenteren. Leuk in korte broekjes en shirtjes. Heel zomers hadden wij gepland, zo in juni. En helaas valt het een beetje in het water. Maar er is vast wel een of andere kledingfabrikant annex... winkel die wel even wil inspringen, toch? Oh, was dat maar waar geweest. Was dat maar waar geweest, Jerry. Nee, helaas niet. We hebben alles voor vandaag qua dans geannuleerd. Gelukkig zijn er andere leuke evenementen die wel iets met minder ruimte genoegen kunnen nemen. Zoals bijvoorbeeld Luna, die hier achter mij zo meteen van start gaan. Er zijn nog wat koren die wel hun ding kunnen doen met minder ruimte. En hoog en droog staan gelukkig. Maar wij laten verstek gaan, helaas. En naast mij staat Hans Scholte in het hof en hij is beeldend kunstenaar en staat hier met zijn werk. Dag Hans. Hallo. Vandaag is het thema Building Bridges. Heb jij daar een connectie mee? Nou, Building Bridges is natuurlijk heel belangrijk voor alle vormen van kunst naar het publiek toe. Dus je probeert altijd een brug te slaan naar de mensen toe. Dat vind ik belangrijk. En bij jou is het thema vaak kleur? Kleur, organisch abstract, veel primaire kleuren, vrolijkheid. Want er is al genoeg somberheid in deze wereld op het ogenblik. Op dit ogenblik zeker? Ja, en nu helemaal. Als je naar buiten kijkt, het regent een beetje. Maar mijn instelling is toch altijd vanuit die positieve gedachten, cirkel ronde vormen, primaire kleuren, blijheid brengen bij de mensen thuis. Dat vind ik belangrijk. Hier ligt het rode loper klaar. En ik zie daar een bekende, Lord de Borg. Hij werkt veel met jongeren. Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Jij doet heel veel met jongeren? Ja, met jongeren en met hiphop.
En hip-hop is in Amerika begonnen, in de Bronx. En ook bij Queensbridge, waar LL Cool J vandaan komt. En zo is ook heel veel hip-hop ontstaan. Queensbridge, dus we dachten dat is een mooi thema om die brug. Want hip-hop is wel een muzieksoort die bruggen slaat naar andere muziekstijlen. Hè? Het is daar een hele brede muziekstroming. Hè? Ja, nou ja, natuurlijk. Jij weet wel dat met de jazz hebben we altijd staan rappen. Dus dat is ook een mooie brug geslagen tussen de jazz en de rap. En zo kan je ook een brug slaan tussen jazz en rap en klassiek, rap en Afrika. En we gaan vandaag graffiti maken hier zo. Dus een beetje de hip-hopcultuur in beeld brengen. We hadden een drummer erbij gehad, maar vanwege het weer moesten we dat cancelen. Maar dat is de brug die wij gaan slaan vandaag. En heb je al wat animo? Nou, we zijn pas begonnen en het is natuurlijk regenachtig weer. Er liepen net wat mensen langs en die waren wel aan het dansen en aan het kijken. Dus ja, het ligt puur een beetje aan het weer natuurlijk. Hè. Dus we hopen dat er wel mensen gaan komen kijken straks. Jullie thema is Building Bridges. Hoe zorgen jullie er nou voor dat er tussen de culturele instellingen in Enschede bruggen worden gebouwd? We gaan bruggen bouwen tussen amateurs en professionals. Een mooi voorbeeld daarvan is de winnaars van de kunstbende Provincie Overijssel hebben een plek gekregen op de culturele zondag. Als prijs, een podium. Dat is een manier om bruggen te bouwen. Ja, dus echt de organisatie van de kunstbende. Die heeft jullie benaderd om samenwerking? Ja, om in ieder geval de twee evenementen ook aan elkaar te koppelen. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is de combinatie die we gelegd hebben met Kunst in het Volkspark. Dat is volgende week zondag, de 10e. Ook een letterlijke bloemenbrug hebben we laten bouwen. Het is geweldig. Ik denk dat we op heel veel manieren bruggen gebouwd hebben in het culturele veld. Nou, dat klinkt heel interessant. We hebben ook heel veel gezien al inmiddels. Ik hoop dat onze kijkers die vanwege het weer dit allemaal niet hebben mogen kunnen zien, toch op deze manier een impressie hebben gekregen. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan nou even naar binnen in de Jacobuskerk. Daar vindt een korenconcert plaats. Ja, en dan op die culturele zondag in de regen. Dan zoek je toch eventjes de droogte op. En hier kan dat prima bij Yuen Oriental. Dick is dichter van Overijssel. Dat klopt, ja. Je hebt stadsdichters, je hebt een landelijk dichter. En Overijssel heeft ook een provinciedichter. En ik mag deze twee jaar, vorig jaar ben ik in functie getreden als de tweede provinciedichter. En dit jaar ben ik ook nog in functie. En volgend jaar, in januari, dan krijg ik hopelijk weer een opvolger of opvolgster. Over 5 minuutjes ga jij ook een gedicht voordragen hier, hè, in het kader van de Culturele Zondag. Dat klopt, ja. Ik had al opdracht gekregen ook om een gedicht te schrijven in het kader van de Week van de Amateurkunst. Oftewel de WAC-manifestatie die deze week plaatsvindt. In dat kader lever ik uiteraard ook mijn bijdrage. Een provinciedichter mag deze week niet ontbreken. Dus ik reis rond deze week door allerlei gemeenten. Ik kom in allerlei gebouwen om daar onder andere het WAC-gedicht voor te dragen. En anderszins gewoon gedichten te laten horen. Ontmoet je passie. Ga jij luisteren of kijken? Weg van het scherm. Je verrijken. Loop jij deze week even op met hen die exposeren, optreden of repeteren? Om het binnenin te voelen woelen. Samen passie te laten woelen. Of om nieuwsgierig te ervaren
waar zij zich door laten behagen. Muziek, dans, kunst en wat niet al. 17 Overijsselse gemeenten in getal. En als je wat hebt gezien of gehoord, vertel het verder of ga aan boord. Om vuur uit water te slaan. Afstand in bezieling over te laten gaan. Het eigen leven meer kunst te geven. Om te begeren, te verenigen, te verteren. Op 10 juni is de wereld niet vergaan. De WAK krijgt in 2013 weer ruim baan. Ga luisteren of kijken. Weg van het scherm. Je verrijken. Om vuur uit water te slaan. Afstand in bezieling over te laten gaan. Dankjewel. Ik ben Hanneke Tenag. Ik ben 13 jaar en ik doe de vooropleiding theaterdans in Enschede. Wat leuk. Ja, zeker heel gefeliciteerd. Leuk. Ja, dank u wel. En wat ga je dan doen precies? Nu? Ja. Ja, ik ga een moderne dans doen. Die dans heb ik ook gedaan op kunstbende. En het thema was vreemd. En daarom ga ik ook dansen met een krukje. Ja, dat is niet echt heel normaal of zo. Vreemd? Je gaat vreemd dansen? Ja, dat is de bedoeling. Ja. Dames en heren. Ik wil graag uw aandacht voor Hanneke ten Hag, kunstbendewinnares Overijssel. Zijn we alweer aan het eind van het programma. We gaan nog even verder met een lekker pilsje. Tot volgende week.